Ik wil ook nog even laten zien, als je een wat oudere oplader gebruikt. Dit is een gewone Samsung oplader. Dus het is het verschil. Is het, de ene is een fast charging en de andere is een gewone charging. Ik heb net de fast charging gebruikt. Ging prima. Ga eens even kijken als je een gewone standaard gebruikt, wat er dan gebeurt. Dus dit is de gewone. Ik stop hem in het stopcontact. En ik zet hem aan. Doet hij niks. En dan gaat hij in één keer beginnen. Dus dan duurt het even voordat je het doet. Ga ik ook even kijken of je dan ook goed in hout kunt doen. Ik moet zeggen, dat gaat nog prima. Ik zet hem weer af. Ik wil dan weer gaan boren. Doet hij niks. En dan moet je dus weer wachten tot hij denkt van, nou, ik heb genoeg stroom. Dan doet hij. Heb je dit, is er niks aan de hand met het apparaatje. Maar dat ligt duidelijk aan de adapter die je gebruikt. Want ik ga hem nu weer even wisselen met deze, de fast charger. En dan zul je zien, dan gaat hij meteen aan als ik hem aanzet. Zie je? Dus het heeft er echt puur mee te maken welke adapter je gebruikt. Dus let daarop, er is dan niks mis met het apparaatje. Alle apparaten die wij verkopen, testen wij of die werken. Wij testen met de fast charging. Doet je het meteen, dan is er echt niks mis met het apparaatje. Mocht je het dan niet doen, probeer een andere adapter. Dat is nog even een tip die ik mee wil geven, want ik heb er zelf ook eerst uit moeten vogelen waar het aan lag, maar het ligt dus echt aan de adapter. Dat was nog even een aanvulling voor jullie.